Jawel mensen, welkom bij een nieuwe vlog. En vandaag heb ik een gekke voetbalchallenge met niemand minder dan... Jos Silvio. Ik heb mijn niveau. En zijn vriend. Zijn naam, geen naam. Wacht even, Reep. Onze aanvoerder naar de McDonald's geweest voor ons. Lekker jongen. Kijk. De finale wedstrijd zonder de hamburger van de Mac is niet wat, hè. Kijk, het is nog geen 15 juni. Dus ik moet even aardig doen tegen die jongens. Ik moet ervoor zorgen dat ze allemaal gewoon hierheen komen. Dus ik doe gewoon een beetje lief. Ik ben nog aardig. Ze krijgen drinken van me. Ze krijgen McDonald's van me. Maar zodra die 15 juni open is en vooral die twee daar hebben een bekerwedstrijd gespeeld. Dat is afgelopen met de Predator Declan. Of niet? Kijk, onder de wedstrijd. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Bottle flip, oortje tik. Alles. Ik mag alles doen. Hey bro, kom dan! Jawel mensen, het is zaterdag en we zijn bij de Twente halen met een paar spelers. Hallo jongens! Hallo. Hallo, ze zijn net wakker volgens mij. Goed, waarom zijn we hier? Er is hier een soort vergadering over vuurwerk. In Enschede wordt vuurwerk misschien afgeschaft. Nou ja, afgeschaft in de zin van, je mag hem misschien niet meer alleen afsteken of in bepaalde zones. Of dat ze het professioneel gaan aanpakken, dat er gewoon één grote vuurwerkshow komt. En hier binnen wordt er over gepraat en wij gaan met de jongens even, even meepraten en kijken wat er allemaal wordt gezegd. Boys, zin in? Ja, super veel. Ik snap wel dat ze een half uur binnen moeten zitten, een beetje vergaderen zogenaamd. Hè. Dan zijn ze niet enthousiast, maar ik ga ze enthousiast maken binnen. Kijk, het is best druk. Jongens, ga zitten. Ja, en ik sta hier ondertussen met Nicole van de gemeente. Alles goed? Ja, prima. Ja. Wil je even uitleggen wat we gaan doen, of moeten doen? Oh ja, de mensen zijn al druk in de zaal. Er zijn meer dan 300 mensen vandaag aanwezig. En jullie mogen ook in gesprek over hoe jullie vinden dat het vuurwerk moet worden gegaan. Dus ik ben heel benieuwd naar welke oplossing, met welke oplossing jullie komen. En heb je nog ideeën voor de jongens wat ze moeten doen? Of wil je hun dat zelf uitleggen? Want, ja, wil ik ze wel even uitleggen. Nou, Nicole die gaat dat uitleggen. Ja, de jongens, zijn zo rustig dat Nicole gewoon denkt dat het echt allemaal liefertjes zijn, maar dat valt best mee hoor. Zo rustig zijn ze niet altijd. Nou ja, ik ga het zien. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Nop, de jongens moeten nu even wat oplossingen zoeken wat zij vinden. Gezamenlijk afsteken, niet afsteken in zones of dat het professioneel wordt aangepakt. Dat er een of andere vuurwerkshow komt. Ja, of dat ze nog andere tips en trucs hebben. Nou, we zijn benieuwd. Ja, we gaan nog veel breder zou ik zeggen. Kijk wat er komen. Nou, ja, ik heb wat druk geschreven, dus hartstikke leuk. Ja, dat is het begin al goed, hè? Ja. Dankjewel. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Tuurlijk hoor. Tuurlijk, ze hebben gelijk een keertje gepakt, hè? Wat zijn we eigenlijk in gekomen dan? Vuurwerk. Ja, wij moeten hier zogenaamd even kijken, stemmen over vuurwerk. Misschien wordt vuurwerk hier in Enschede afgeschaft. En wij gaan daar eigenlijk op protesteren, toch? Protesteren, sorry. Meer of minder vuurwerk. Ja jongens, wat vinden jullie ervan? Laat in de beschrijving achter wat jullie vinden. Moet vuurwerk afgeschaft worden? Of, ja, afgeschaft toch? Afgeschaft worden hier in Enschede. Laat daar in de beschrijving en de reactie achter wat er met vuurwerk moet gebeuren. Nicole komt even controleren of de jongens een beetje hun best hebben gedaan. Wij gaan zo weg. Een paar jongens moeten straks voetballen. Die hebben een toernooi bij Sportclub.
En dan gaan we er zo vandoor. Nou, ze hebben redelijk wat opgeschreven, de boys. Ja, en ik sta ondertussen weer met Nicole. Nou, wij gaan er vandoor. Nicole, wat gaat er nu gebeuren als de vergadering afgelopen is, zeg maar? Als de vergadering is afgelopen, gaan we door naar de fase 2. Dus dan gaan we alles wat we hier hebben opgehaald, gaan we dan terugleggen bij de... In de hele stad, zeg maar. Dus mensen kunnen straks gaan stemmen, we komen de wijken in. En waar kunnen ze stemmen? Ze kunnen stemmen via G1000 Enschede.nl. Ik zet het in de beschrijving, dus check de beschrijving, G1000.nl. Nou, ik bedank dat we bij mochten zijn. Ik denk dat de jongens het wel leuk vonden, maar iets te lang. Ze beginnen zich al te veel, heb ik de bottleflip te doen en zo de hele tijd. Geef niks, hartstikke leuk dat jullie er waren, dus echt heel erg bedankt. Jij ook bedankt. Okay, fijn. En we gaan nu naar buiten, we gaan een visje eten. Wat zeggen we dan, Lloyd? Tjoe. Wat zeggen we dan, Niels? Ik zeg niks, man. Check wat er gebeurt. Nee, hoor. Marcel is er, kijk, nee, hoor. Onze nieuwe aanwinsten, jawel, jawel. Nick, Berkay en Tommy. Oh, die komen gewoon hier bij Spanker voetballen. Dat zijn drie goede voetballers. Berkay ken ik persoonlijk niet, maar wel eens zien voetballen. Tom was de volgende week bij ons hier met de training, hè? Ja. Even Ajax gekeken. En Nicky, die heb ik 4 jaar geleden training gegeven. Of niet, Nicky? Tuurlijk. Gedwaald naar Emos en weer terug, hè? Ja, klasse, jongen. Jawel, mensen, het is donderdag en we zijn in Enschede bij Udi op het jaarlijkse Marines Goeta-toernooi. Waar een. Is eigenlijk voor eerste elftallen, maar doen een paar van ons mee. Damien, Hassan, Koen en Furkan natuurlijk. Hoe staat Hassan? Ja? Koen, hoe staat, jongen? Kijk, waterdrager. Klasse, jongen. Dat doet hij bij mij nu, hoor, of niet, Damien? Nee, maar dat doet hij echt niks. Damien, hoe ga je vandaag voetballen? Ik heb nog geen idee. Nee. Ik denk wel goed. Ga je flamboyant vandaag? Flamboyant en extra flamboyant. Damien, die had ooit echt zo'n slechte wedstrijd gespeeld. En toen ging ik naar hem toe. Ik zei, Damien, wat heb je toch een flamboyante wedstrijd gespeeld, of niet, jongen? Yes, we gaan beginnen. Lekker werk, hoor. De zon er wel bij. Oh. Hek op PlayStation 4, oké? Okay? Ja. Tweede kans. Jawel mensen, daar zijn we weer. Nou, we gaan echt gekke prijzen weggeven omdat we bijna 500 abonnees hebben. Echt niet normaal. De bal van Joe Silvio, die vloot ik komende vlog al. En dan kijk, achter mij is Maxime Kapperzaak. Dat was 30 jaar lang bebop, is nou dit jaar Maxime geworden. Daar gaan we 5 gratis knipbeurten weggeven. Dus wil je een kapsel van Neymar, Ronaldo of Messi? Kunnen we hier fixen voor je als je meisje bent, ook natuurlijk jullie highlights of wat dan ook, laat weten. En van Sportstore, als we de 500 abonnees hebben, gaan we een Nike Tech pak weggeven, deze. Of van Barça, deze. Of een mooie aanvoerdersband, dus laat een reactie achter wat jij zou willen winnen. En ga naar sportstore.nl en gebruik dit code om 10% korting te krijgen op alles wat ze hebben op de shop. Ciao! Jawel mensen, de bal met de handtekening van Joe Silvio vloot ik al in de volgende vlog. De trainingspak, de aanvoerdersband en de gratis knipbeurten vloot ik pas bij de 500 abonnees. Nou ja, gelukkig hebben we die al bijna, dus dat snel. Maar je kunt reageren op Facebook, op Insta en op YouTube. En uit al die drie social media platformen kies ik de winnaars uit. Dus reageer gewoon overal, dan maak je natuurlijk de meeste kans. Ciao. We gaan even een voetbalquiz doen met deze twee boys. Nou, hij zegt dat hij verstand van voetbal heeft. Joe zegt een beetje, dus ik ben benieuwd. Ik heb 3 vragen voor ze. En we gaan even kijken wat ze ervan van maken. Kom met je vraag in ieder geval. Ja, we gaan beginnen, boys. Ik stel een vraag, jongens. En wie de vraag als eerste weet, zet zijn hand op de bal. Die mag het antwoord geven. En degene die de antwoord goed heeft, mag die andere een piek op zijn oor geven. En als je het antwoord fout hebt, mag je die andere... Ja, het begint al. Zijn we er klaar voor? Oké, de eerste vraag. Tegen wie won FC Twente de beker
de bekerfinale in 2001 na strafschoppen? Yo! PSV. Jawel, jawel, dat is een goeie. 100% Google. Hoe weet je dat? Toevallig. Hij mag heel pieken, hij mag heel pieken. Hé, mag die deur rustig. Welke Nederlandse voetballer won als enige in de wereld 3 keer de Champions League met 3 verschillende clubs? Ja, ik weet het. Zeedorf, jawel, die is goed. Je mag Joe pieken. Ja, hij zit op. Citeer een legendarische uitspraak van Cruijff. Maakt niet uit welke. Oh. Westside. Nee. Kijk, hij heeft al verloren. Ik hoef niks meer te zeggen. Hij heeft al verloren. Hij heeft verloren, maar... Verkeerd antwoord. Okay. En om jezelf even te bewijzen, even een... Aanval is de beste manier van verdedigen. Dat is helemaal correct. Dat is de reden. Jawel. Dit was even de voetbalquiz met Karim en met Joe. Die laat de bal even vallen achter mij. Bijna uiteraard. Bedankt voor het kijken en ik zeg Joe. Joe en de val. Maar wat, die bal mag ik hebben dus? Broer, ik zeg eerlijk. Hallo mensen, dat was even een korte voetbalchallenge met Joe Silvio. Wil jij deze bal winnen? Like, abonneer en reageer even. En dan krijg je deze bal zo snel mogelijk mee. Bedankt voor het kijken en Joe. Gast, heb ik hem geen tijd voor een schmetter aan het riezen onder rood. Hey, bitches, hey, 125 paard, ik zet jouw bitch later. Ik maak mijn stek langer, weet ik, maak mijn stek zwanger. Ik kom al op.